Yes, Jaraski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de Battle Royale modus genaamd Blackout. Die natuurlijk ook uit gaat komen in Call of Duty Black Ops 4. Want er is heel veel informatie over uitgekomen. Ten eerste staat natuurlijk de beta van de Blackout op 10 september op de PlayStation 4 voor letterlijk een gehele week lang. Dus heb je de multiplayer kunnen spelen een aantal weken terug, dan kan je nu ook via dat bestand, via die game die hopelijk nog op je PlayStation 4 staat, kan je ook de Blackout beta gaan spelen vanaf 10 september. Maar in een interview met David Vonderhaar, oftewel de baas van Treyarch, oftewel de baas van Black Ops 4, zijn er heel veel vragen aan hem gesteld en heeft hij ook op heel veel vragen antwoord gegeven die letterlijk allemaal gaan over Blackout. Dus al die informatie wil ik vandaag met jullie gaan doornemen en het is een hoop. Dus zorg dat je er klaar voor bent, want Blackout wordt letterlijk super, super groot aangepakt. En voor de mensen die het niet weten, het is een Battle Royale modus, wat natuurlijk inhoudt dat je met z'n allen uit een waarschijnlijk vliegtuig springt, in een map moet landen en er natuurlijk maar eentje kan winnen. De player count is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Die staat op dit moment op 80 spelers, maar dit is nog eens een testfase. Oftewel, ze zijn nog een beetje aan het experimenteren of ze dat willen gaan verhogen naar bijvoorbeeld 90 spelers, naar bijvoorbeeld 100 spelers, maar misschien ook wel naar 115 spelers in totaal. In de beta zal het 80 spelers zijn en ze gaan er eigenlijk monitoren of dat genoeg is of dat er meer spelers moeten worden toegevoegd in natuurlijk de volledige game die op 12 oktober gaat uitkomen. Er zullen ook AI-zombies rond gaan lopen op tenminste 4 speciale plekken in de map. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld naar een plekje gaat, dan kan je daar zombies tegenkomen. En dan heb je natuurlijk de keuze, wil ik op die zombies gaan schieten en mijn positie verraden? Of wil ik er een beetje zigzaggend doorheen lopen, omdat ik die kant op moet? Daarnaast komen er ook 4 voertuigen in, waaronder een Little Bird helikopter. Die spant op verschillende heliplatformen in de map voor 5 mensen. Een Zodiac opblaasboot voor natuurlijk op het water voor 2 mensen. Een cargo truck voor op het land waar 5 mensen in kunnen. En een ATV quad ook voor op het land waar 2 mensen in kunnen. Op het moment dat je kijkt naar deze cijfers, dan valt je natuurlijk al 1 dingetje op. En dat is dat in een helikopter en in een cargo truck 5 mensen kunnen zitten. Oftewel, op het moment dat je met vrienden gaat spelen, kan je dat waarschijnlijk ook met 5 mensen in een squad doen. Wat natuurlijk meer is dan bij Fortnite, waar het 4 mensen is. Nuketown wordt ook in de map verwerkt. En niet als gewoon een klein plekje Nuketown, maar als een heel Nuketown Island. Wat letterlijk er heel erg vet uitziet. En de plaatjes mag ik helaas niet in deze video laten zien. Puur gewoon omdat het gelekt is. Dus als ik dat in deze video laat zien, dan wordt die offline gehaald door Activision. Maar op het moment dat je naar mijn Twitter gaat, twitter.com/jarasgaming, dan heb ik letterlijk alle plaatjes die op het moment geleakt zijn, heb ik daarop gepost. Dus wil je die plaatjes zien, ga even naar mijn Twitter en dan kan je ze ook zien. Daarnaast heeft Call of Duty heel erg veel verschillende YouTubers in Amerika een DM gestuurd met een klein vierkant plaatje van een bepaald stukje in de map. En als we kijken naar die plaatjes, dan zien we bijvoorbeeld op het allereerste plaatje, zien wij al een soort van vormgeving van Raid. Raid is natuurlijk een map die in Black Ops 2 zat. Een hele, hele chille map om te spelen. En als je hier kijkt naar dit plaatje, dan zie je ook in het midden zie je natuurlijk het standbeeld zitten. Zie je links het huisje, rechts het huisje. En dit is natuurlijk ook een vormgeving van Raid. Op het moment dat we naar het tweede plaatje gaan, dan valt je al op dat helemaal in het midden een soort van caravan kamp zit. En het is natuurlijk van Firing Range, die we ook kennen van Call of Duty Black Ops 2 en ook Black Ops 1 en ook Black Ops 3. Dus dat ziet er ook al echt super, super vet uit. En als we kijken op het laatste plaatje, dan zien we sowieso heel erg veel water. Dus dit is waarschijnlijk de zijkant van de map en we zien een klein eilandje. En op dit eilandje zal waarschijnlijk een soort van grote vuurtoren komen te staan. En als je onder in het plaatje kijkt, dan zie je een beetje de vormgeving van de map Cargo. En zo zie je natuurlijk ook dat heel erg veel verschillende maps uit de vorige Black Ops delen gaat terugkomen in de Blackout map die echt super, super groot gaat worden. Maar op het moment dat je plaatje 1 en 2 combineert met elkaar en je legt ze tegenover elkaar, dan zie je dat de wegen en de routetjes precies op elkaar aansluiten. Oftewel op het moment dat alle YouTubers
alle plaatjes met elkaar delen en je legt alle plaatjes bij elkaar, dan krijg je dus gewoon de hele map in elkaar. Op dit moment, terwijl ik deze video inspreek, missen we nog een aantal plaatjes om letterlijk heel de map compleet te krijgen. Maar je ziet het, het is echt een joekel, maar ook echt een joekel van een map. Rechtsbovenin zie je een soort van dam. Links zie je nog een apart eilandje en ga zo maar door. Kijk gewoon eventjes goed naar deze map en ik vind hem er zelf heel, heel erg vet uitzien. Wat je wel opvalt, dat is eventjes wel een klein dingetje. Rechts en ook onder zie je eigenlijk dat er bijna niks zit. Dus wat daar precies in die woestijnachtige dirtplek gaat komen, geen idee. Maar het gaat zich vooral afspelen in het midden natuurlijk van de map. En David Vonderaar heeft ook gezegd dat Firing Range, dus de plek waar Firing Range zit, oftewel, zoals je op dit plaatje kan zien, midden, maar echt midden in de map, dat dat de drukste plek gaat worden om te landen. Ze hebben natuurlijk het al kunnen testen bij hun op het kantoor. En ja, waarschijnlijk gingen de meeste mensen daar naar Firing Range. En dan zal het dus ook in de beta gaan gebeuren. Dus wil je veel kills krijgen tijdens de beta, ga naar Firing Range. Om even verder te gaan met de informatie, heeft David Vonderhaar bekendgemaakt dat je op het moment dat de volledige game uit gaat komen op 12 oktober, je kan gaan spelen met 22 verschillende characters. Die we natuurlijk allemaal kennen van de singleplayer, van bijvoorbeeld de zombie modus, etcetera. Dit aantal, 22, kan nog verhoogd worden over de tijd. Oftewel, op het moment dat de game uitkomt, zijn het er 22. Een maand later kunnen het er meer zijn. Een maand later kunnen het er nog meer zijn. Hoe dat precies gaat werken, weten we nog niet. Maar het zijn er in ieder geval bij de release 22. En dit gaat nog verhoogd worden. De cirkel speelt natuurlijk een hele, hele belangrijke rol bij Battle Royale Games. En de cirkel in Blackout zal worden gerund door Novagas. Oftewel, op het moment dat je niet op tijd in de nieuwe cirkel bent, zal je gevangen worden door het Novagas en ga je natuurlijk ook langzamerhand dood. En Dave Vonderhaar heeft bekendgemaakt dat het waarschijnlijk ook een pain in the ass is als je er echt daadwerkelijk in zit. Splitscreen zijn ze op dit moment aan het testen, oftewel natuurlijk op één schermpje met twee personen spelen. Of dit helemaal wordt doorgezet bij de release is nog niet bekend, maar ze zijn het aan het testen. En als het natuurlijk wordt doorgezet, dan kan je gewoon met je vriend, of je vriendin, of je moeder, of je vader, kan je gewoon een potje Blackout spelen met twee controllers op één tv. 60 fps. Dat zullen heel veel mensen afvragen. 60 fps op de PlayStation 4 is natuurlijk waarop de meeste games op dit moment worden gerund. 60 fps is gewoon de chillste om te spelen. En zodra je naar bijvoorbeeld 30 fps gaat, dan speelt het al veel minder soepel. Maar er is bekendgemaakt dat 60 fps best wel lastig te halen is, omdat de map zo ontzettend groot is. Ze zijn heel veel dingen aan het testen en de game wordt niet gecapt op bijvoorbeeld 30 fps. Maar ze gaan er wel gewoon vanuit dat die 60 fps aan kan. Maar af en toe kan die een beetje droppen naar bijvoorbeeld 40, naar bijvoorbeeld 50 fps in de beta. Hoe dit zit bij de volledige game is nog niet bekend, maar ze gaan er wel voor om het 60 fps te maken. En ik hoop het zelf persoonlijk ook, want je wil gewoon eigenlijk een game spelen in 60 fps. En vooral een shooter game op de PlayStation. De wapens die je oppakt hebben geen rarity. Oftewel, elk wapen is precies hetzelfde. Ze kunnen niet legendary zijn, ze kunnen niet epic zijn, ze kunnen niet common zijn, ze kunnen niet uncommon zijn. Als je een AK oppakt bijvoorbeeld, dan is het ook gewoon een AK. En er is maar één vorm daarvan. Daarnaast kan je drie verschillende armors oppakken, zoals we ook in de heist game mode hebben kunnen zien in natuurlijk de multiplayer. Waaronder light armor, medium armor en heavy armor. En dat is natuurlijk wel handig om te hebben, want dan ga je gewoon simpelweg minder snel dood. Om gewoon door te gaan met de informatie, je kan specialist wapens en gear oppakken in de map. Bijvoorbeeld de Razor Wire, bijvoorbeeld de Grappling Hook. En je hebt daar niet speciaal de Ruin character voor nodig om bijvoorbeeld de Grappling Hook te kunnen vinden. Oftewel, het maakt niet uit met welk character je speelt. Je kan gewoon alle specialist wapens en gear vinden en natuurlijk ook gebruiken. Daarnaast, heel erg belangrijk. Nou, heel erg belangrijk. Je kan doodvallen. Dus als je van een gebouw afspringt, dan ben je gewoon dood. En dan moet je een nieuw potje gaan zoeken. Want ja, je hebt natuurlijk maar één leven in Battle Royale. De hele game zal gerund worden in first person. Call of Duty is natuurlijk een first person game, oftewel er gaat geen enkele optie komen om in third person te kijken. Dus alles zal vanuit je eigen perspectief zijn en het enige wat je dus ziet is ook je wapentje en niet je hele poppetje. Er zal ook alleen gespeeld worden in het daglicht. David Vonderhaar die heeft gezegd dat ze gewoon willen dat je alles kan zien. Dus er zal geen dag- en nachtcyclus zijn. Alles zal gewoon overdag zijn. Alles zal gewoon in het licht zijn. Zodat je gewoon letterlijk alles kan zien.
Er komen ook melee wapens in. De melee wapens die we natuurlijk al hebben gezien in de multiplayer van vorige Call of Duty's. In bijvoorbeeld zombies. En ga zo maar door. Dus hoe dat precies in zijn werk gaat, geen idee. Of het one hit kill worden, dat is ook niet bekend. Maar er komen in ieder geval melee wapens in. Dus misschien kan je wel gewoon met een vet katana mes kan je door die map gaan rennen. En proberen te winnen met alleen maar een melee wapen. Wat wel heel erg lastig gaat worden. Maar je kan het natuurlijk altijd proberen. Op de voertuigen. En dit is letterlijk, dit is gewoon het allerbelangrijkste wat ze bekend hebben gemaakt. Op de voertuigen, je gaat het niet verwachten, komt een toeter. Oftewel, je kan heel de map door gaan rijden door gewoon heel de tijd op je toeter te gaan lopen rammen. En het zal heel erg irritant zijn als we de bronnen moeten geloven. Dus alsjeblieft, ga niet heel de tijd door de map heen rijden terwijl je aan het toeter bent. Want dat is echt schijt irritant, maar het is wel leuk dat het erin zit. En als laatste, daarmee ga ik ook ophouden, komen er emoticons in. Zoals we natuurlijk ook kennen van bijvoorbeeld Fortnite, van bijvoorbeeld PUBG. En ga ze maar door. Oftewel, dan kan je een beetje communiceren met je teammates. En kan je natuurlijk ook op het moment dat je een enemy op een mooie manier killt, kan je emoticon inzetten. En kan je hem eigenlijk nog een beetje verder humiliëren. Er gaat deze week nog heel veel meer informatie uitkomen. We zullen ook snel een compleet overzicht krijgen van de map in Blackout. Maar de informatie die op dit moment bekend is, is echt super, super dope. Ik had zelf niet verwacht dat ze 80 spelers in een match zouden gooien. Dit kan zelfs nog verhoogd worden. Nou, ik denk dat dat sowieso niemand had verwacht. En die map ziet er wel echt verschrikkelijk vet uit. Vooral omdat Firing Race erin komt, Cargo, Raid, Nuketown, al die vette, vette multiplayer maps die we kennen van natuurlijk de Black Ops serie, die gaan er gewoon in komen. En dat brengt wel heel, heel erg iets vets met zich mee. Maar op het moment dat er meer informatie uit is, zal ik dat natuurlijk gaan coveren of op mijn Twitter of in een YouTube video. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat weten in de comments of je zin hebt in Blackout, ja of de nee. En we gaan natuurlijk op het moment dat de Blackout beta uitkomt ook heel veel video's ervan uploaden. Dus hou gewoon goed mijn kanaal in de gaten en dan komt het helemaal, helemaal goed. Thanks for watching, thanks voor de support, super leuk dat jullie erbij waren. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye.